Welkom weer terug hier in Paarstad. Of nou ja, wat er van over is. Zoals jullie zien is hier een super grote krater. En dat komt allemaal door Mick en de Pro. Ik heb natuurlijk de hond van Mick gestolen. Oh nee, wacht. Dat heb ik nog helemaal niet gecheckt. Zit de hond van Mick nog hier in het hok? Oh, hè? Waarom staat hier een villager met twee lama's op de muur? Wat is dit nou weer? Wegwezen. Misschien zijn dit allemaal spionnen. Misschien heeft Mick ze allemaal ingehuurd. Hé, je weet maar nooit, hè? Wegwezen jij, rot lama. Dankjewel. Oké, eens eventjes kijken. Waar is de hond? Oké, de hond zit hier nog op de muur. Oeh, gelukkig. Oké. Maar ik denk dus dat Mick de hond niet wil ruilen voor mijn huis. En dat is natuurlijk super vervelend, maar... Dan eens eventjes. De hele muur is gewoon vernield. Er is gewoon echt helemaal niks meer van over. Of nou ja, weet je, het is maar goed dat die lavagracht er was. Want anders dan hadden ze de TNT nog dichterbij kunnen plaatsen. Maar zoals je ziet is hier weer een klein reparatietje nodig. Ik denk dat de builder hier niet heel erg blij mee gaat zijn. Misschien moet ik ook iets van een alarm gaan maken op de een of andere manier. Zodat als ze in de buurt komen dat er een soort van alarm afgaat en dat ik dat hoor ofzo. Dat zou misschien ook wel vet zijn. Misschien kan de builder me daar maar bij helpen. Want dan kan ik misschien dit soort stomme dingen gaan voorkomen. Oké, laat ik maar eens eventjes naar Geelstad gaan, want ik heb voor vandaag een ideetje. Weet je, als ze mijn huis niet willen teruggeven, als ik alleen de hond van Mick heb, ga ik ook het huisje van de pro stelen. Misschien dat ze het dan wel teruggeven. Ik heb echt geen idee, dus laat ik daar maar gewoon eens eventjes heen lopen. En, oh ja, trouwens, hier heb ik in de vorige video heb ik hier allemaal steen gehakt. En dat, nee, trouwens, dat is alweer een video daarvoor, volgens mij. Nou ja, maar niet uit. Ik heb hier allemaal steen gehakt en hier had ik dus het idee om een soort van bunker te gaan bouwen, zodat ik vanaf een afstandje Mick en de pro gewoon kan beschieten of wat dan ook. Dat lijkt me best wel een goed idee. Of dat ik hier misschien iets van een controlekamer heb en dat ik hier wat mijnen voor de deur kan leggen. En als ze daar dan voorbij lopen, dat ik dan... Oh, dat is ook wel een goed idee. Nou ja, dit moet in ieder geval ook weer vastkomen met een geheime tunnel aan het kasteel. En dan hebben we hier een soort van, ja, nog een beveiligingshuisje waar we ervoor kunnen zorgen dat ze nog minder dicht bij het kasteel komen. Zo, goed verhaal. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga eventjes door naar Geelstad, want ik wil die papegaai echt heel erg graag hebben. Ik moet alleen wel echt uitkijken, want ja, misschien zijn Mick en de pro wel gewoon thuis. En dat zou niet heel erg fijn zijn. Oké, dan loop ik hier nog even een stukje door. En dat ben ik helemaal vergeten. Oh nee, hoe kan ik deze hond nou vergeten? Oh jeetje. Oh, Mick en de pro kunnen deze ook gewoon stelen van mij. Ik was helemaal vergeten. Sorry hond, ik was helemaal vergeten. Maar ik heb hier dus ook gewoon een hondenhok gebouwd. En deze hond, die is ook onderdeel van... Of ja, dat was gewoon mijn hond, oké? Kijk, dat zie je aan een mooie paarse tapijtje en aan de paarse planten hier zo. Maar... Ja, dit had ik even niet meer onthouden. Sorry hond. Maar goed, ik ga gewoon weer eventjes lekker doorlopen naar Geelstad. En eens even kijken. Ik zie volgens mij nog helemaal niemand. Oké, dan kan ik er wel gewoon best wel hard naartoe rennen. Hoef ik niet zo voorzichtig te doen. Oké, laat ik hier maar even doorheen lopen. Auw, die bosjes doen pijn. Ik ga hier gewoon door deze tunnel heen zo. Kijk eens eventjes. Dan ga ik hier eens even kijken. Zijn ze hier niet? Nee, oké. Wat? Huh? Oh ja, hier zat nog een extra tunnel. Dat was ik alweer vergeten. Want hieronder hebben ze toen ook een keer iets gebouwd. Ja, kijk, hier dit ding. Oké, ik ga maar eens eventjes heel erg dicht in de buurt proberen te komen. Ik ga wel een beetje zachter doen, want ik weet niet of dat ze er zijn. Ik denk het niet, ik heb nog helemaal niemand gezien. Oké, ik loop nu. Of nu kunnen ze me zien als ze naar buiten komen. Ik hoop het niet. En eens even kijken. Volgens mij is er helemaal niemand. Huh? Waar zijn ze nou? Ik zie ze helemaal niet. Oké, ik denk dat ze niet thuis zijn, want... wacht, even kijken. Is hier iemand? Nee. Snel. Ik moet snel die papa gaan helpen. Stoppen. Uit het kasteel. Hey, luister, ik blaas dadelijk jullie hele kasteel op als jullie ze doorgaan, hè? Dat hebben jullie ook bij mij gedaan, dat kan ik ook. Oh, doe dan. Ik ben nou al te laat, we hebben je al gewonnen, joh. Hoezo zijn nou... Jongens. Oké. Let maar op, jongens, jullie krijgen zo'n harde payback een keer, daar ga je bang voor worden. Oké, doei. Oké, ik ga ze hier toch niet mee weg laten komen, hè? Ik ga dat echt niet doen. Oké. Weet je wat? Ik heb hier TNT en lever. Ik ga gewoon even iets opblazen. Ik weet nog niet wat, maar... De pro loopt daar. Oké, hij loopt gelukkig weer terug. Kijken. Hey, wat denk je dat je gaat doen, joh? Waar lijkt het op wat ik ga doen? Ik ga je pakken. Wegwezen. Oh, nee. Let's go. Nu kunnen ze niet meer makkelijk naar mij toe komen, want ik heb de hele weg hier opgeblazen. De weg kan tegen TNT, noep. Kan de weg tegen TNT... Kan asfalt tegen TNT... Oh, nee. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Oh. Ja, ik zou er maar blijven staan. Dan pak ik je. Nee. Au. Ik ben echt bijna dood. Ik ga je raken. Oh, nee. Snel het hoekje om. Oké, ik moet snel eventjes wat eten, anders dan ga ik echt hartstikke dood hier zo. Oké. Ik denk niet dat ze me nog achtervolgen. Eens kijken, waar zijn ze nou? Ik zie... Oh, hier. Oh, nee. Ik ga verstoppen. Ik ga verstoppen hier zo.
Hier zou ik gewoon verstoppen. Oké, ze mogen me echt niet zien. Oh nee, ze zitten hem achterna, mensen. Ze zitten hem achterna. Jeeuw! Oh nee. Jeeuw! Hier in de McDonald's is hij zeker. Even kijken. Oh jeetje. Nee, misschien in de winkel. Even kijken. Snel weg hier, snel weg hier. Oh, nee, 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 nee. Oh, ik zie hem, ik zie hem. Oh, nee, 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 nee. Normaal doen, jongens, normaal doen. Ja, ja, ik ga al weg, ik ga al weg. Wegwezen, hier. Wajo. Wat doe je? Wat ga je allemaal oplopen blazen hier? Zal ik jouw huis anders eens even opblazen? Nee. Mick heeft me gekild, maar hij heeft daarbij wel zijn eigen huis opgeblazen. Oké, mensen, ik ben hier weer thuis en dit is echt niet fijn. Kijk dan. Oh, jeetje, nee, 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 ze komen er weer aan, ze komen er weer aan. Nee. Ja, wat is er? Ik kom mijn hond terug. Oké, is goed. Maar Mick, ik kan gewoon jouw hond vermoorden, hè, voordat je het weet. Dus ik zou maar gewoon niet meer dichterbij. Ik doe het echt, hoor. Oh, ben je echt zo zielig, ja? Ja, zo zielig ben ik. Dierenpijn doen. Als jij nog maar één keer iets hier op mijn kasteel schiet of wat dan ook, of mij raakt, bro, dan gaat deze hond eraan. Oké, niet doen, bro, niet doen. Nee, maar schiet als jullie maar één ding doen. Schiet zelf dan ook niet. Nee, ja, oké, nee, maar jullie kunnen mij wel schieten, maar dan gaat Olly, nee, helaas. Giel, ik heb mijn bazooka geüpgrade, wil je het zien? Nee. Mick, als je één keer schiet, maakt me niet eens uit, wijs. Oké, je hebt genoeg gedaan. Je hebt genoeg gedaan. Je bent niet op je kasteel. Je hebt genoeg gedaan. Hoppa, ik ga nu omhoog en je gaat het zien. Hij heeft toch niet op je kasteel geschoten, joh? Nee, jij zit op je kasteel. Kijk maar uit, Mick. Ik kan er niet eens aan. Ik zou jullie krijgen nog één kans. Ga maar weg. Geef geen aandacht meer. Ga maar weg. Nee, okay. Geef me ook geen aandacht meer. Oké, nou, ze zijn eindelijk weg. Mooi, ik wist dat dit zou gaan werken. Oké, ik moet echt een beetje gaan uitkijken nu. Want ik denk dat ik ze heel erg boos heb gemaakt. En dat was in principe ook wel de bedoeling, hoor. Maar, ik denk dat er een hele grote troll mijn kant weer op komt. Of nou ja, zij hebben me echt wel vaker getrolld dan ik hun, vind ik. Ik bedoel, kijk even hoeveel TNT ze daar hebben afgestoken. Dat is echt niet normaal. Maar het mooie is wel dat mijn muur gewoon nog steeds helemaal staat. Dat is toch geweldig. Ze kunnen paas dat niet slopen. Klik hier voor de volgende video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een gloednieuwe video. Doei doei!